Yo! Oh, ik zat samen met mijn microfoon. Mensen, voor de moment weer kijken in deze video. Deze video gaan we verder met Pokémon Emerald Randomized. Met inhoud dat hij gerandomiveerd is. Dat is zeg maar een woord van mij dan. En dat is zeg maar dat er nu verschillende Pokémon is. Ja, dat is inhoud dat je elke Pokémon kan krijgen. Je kunt bijvoorbeeld een Shiny Charizard krijgen. Of een... En dan al in het begin bedoel ik. Hè? Dus dan bedoel ik niet als je bijvoorbeeld al in een in velden komt waar Pokémon zitten van level 30. Maar dan echt al gewoon nu. Nu gewoon al. Dat kan. Oké. Nee, maar we gaan dus gewoon even verder waar we waren gebleven. En we waren hier zo ongeveer gebleven. En daar ga ik nu verder mee. En dan gaan we gewoon even kijken wat we ook weer moesten doen. Kijk, ik zal jullie even laten zien wat ik bedoel voor de mensen die de vorige episode niet hebben gezien. Die kun je trouwens checken hier beneden, link in de beschrijving. Zo krijg je bijvoorbeeld een shiny Wingull. Wingulls die zitten hier normaal helemaal niet. Als je de normale zeg maar zou hebben. Dit skip ik heel even. Dat doe ik altijd even hoor. Voor de mensen die denken, oh joh, je bent slecht bezig, want dat mag niet. Dit doe ik altijd even, zeg maar, van die fights, zeg maar, die toch niet interessant zijn voor jullie, die skip ik gewoon even. Want die zijn toch niet interessant, zoals ik al zeg. En dan heeft het ook niet zoveel nut. Dus die skip ik even. En ik hoop niet dat jullie, ik hoop dat jullie mij daarvoor kunnen excuseren. Dus dat is beter. Nou, dan ga ik het even, kom op, maak hem even dood. Kom op, dan krijg ik experience voor. En dan kan ik level uppen. Kom op. We can do this, we can do. Oké, nice. That's nice. Altijd nice. En, oké, super tof. Even kijken. Weet je wel, het is wel vervelend altijd. Ik krijg bijvoorbeeld heel veel Skype-bezoeken de laatste tijd. Daar heb ik niks mis mee. Ik bedoel, ik zet soms gewoon mijn Skype met hashtag YOLO. Heb ik op Twitter, geen probleem. Alleen, er zijn er serieus soms mensen die dan me gaan vragen. Als vriend, weet je wel. Dan hebben ze als profielfoto, staan ze zo. Weet je wel, dan hebben ze hier zo'n mobiel, weet je wel. Dan is een foto, maar doen ze er via de spiegel niks mis mee. Maar hou de mobiel dan zo, weet je wel. Dat je dan ook in je gezicht, maar die gaan dan zo staan. Alsof ze zeg maar iets met een mond hebben, dat er cholera in zit of zo. Dat ze dan geen tanden meer hebben. Soms snap ik die dingen niet. Of hetzelfde als iemand bij een Mario video gaan ze dan vragen, joh, wanneer komt er Minecraft? Of bijvoorbeeld bij een Mario video waarin jullie bijvoorbeeld dan vragen, hey jongens, weten jullie toevallig hoe ik deze missie haal? Want Bowser die zit vast in het kanon. En dat jullie dan gaan zeggen van, ja, dan moet je obsidian hakken en dan kun je dat gebruiken voor een nether portal. Wat, weet je, dat is gewoon, dat zijn van die dingen die snap ik soms gewoon even niet. Daarom ben ik ook echt bang dat er ooit iemand komt die de wereld gaat overheersen en Mario leuk vindt. Ik bedoel Minecraft. Mario zou meevallen, dan zouden we gewoon als een grote familie samen kunnen leven. Want Mario fans zijn altijd lekker rustig, die kunnen ook andere dingen hebben. Maar Minecraft fans, die komen, die zitten in een cave, om het zo te zeggen. En zodra ze lastig valt met een andere game, dan komen de dislikes wel goed. Maar ja, ik doe het toch allemaal voor YouTube geld, dus dat maakt niet uit natuurlijk. Maar jullie snappen wat ik bedoel, is wel vervelend. Maar, natuurlijk niet. Ik doe het omdat ik het leuk vind. En super tof. Maar nee, we gaan dus even kijken waar we naartoe moeten. Hier is een Chinees mannetje. Tenminste, ik denk altijd, als ik hem zie, denk ik altijd dat hij Chinees is. Ik weet niet waarom. Maar de Chinezen meestal dat haar hebben ze dan altijd zo. Ik weet niet of jullie die kennen, die Chow in de Hangover. Gay! Ik weet niet of jullie die kennen, maar het is echt een geniale gozer. Als ik ooit iemand moest kiezen die mee mocht doen bij mij in een video, zou ik hem kiezen. Dat is zeker weten, het is echt genius. Afgezien van dat hij dan soms in zijn naki op keel springt. Maar afgezien van dat, is het toch tof gozer, denk ik. Oh shit. Kijk, dat bedoel ik dus. Wie de fuck vindt er nou bijvoorbeeld een shiny Steelix gewoon geëvolueerd van level 3? Ik bedoel, een Steelix evolueert niet eens in level 3. Logisch. Nou, hij is ook helemaal paars geslagen. Ik bedoel, mijn Venusaur die ik daar in de kast heb, zit ook paars geslagen. Want als hij niet luistert, dan moet je toch wat. Maar jullie snappen dat dit bijvoorbeeld... Dit klopt niet. Dit klopt absoluut niet. Snel. Ah, shit. Dat is zo vervelend. Als je dan netjes bent gasverdat en dan komt hij net op dat laatste stukje gas, komt er nog een Pokémon aanzetten. Van, hé, Job, ik ben er ook nog. Heb je hem al gezien? Oké, deze gaan we even skippen. Huppakee. Het valt mij trouwens wel op, zodra ik echt heel lang achter elkaar geen Minecraft upload, kunnen de mensen zich aanpassen, zeg maar, aan andere games, zoals, ja, Pokémon. Maar is het zo dat ik bijvoorbeeld heel lang geen Minecraft upload, een keer Pokémon en daarna weer Minecraft, dan is het zo, zodra ik dan na één Minecraft video weer Pokémon upload, is het oh joh, je moet weer Minecraft gaan doen, krijg je veel likes. Het is niet dat het gaat me niet alleen om de likes, het gaat me er ook om wat ik lol in heb. En het is natuurlijk wel leuk, Minecraft, ik bedoel, ik heb niks op aan te merken, alleen is het ook wel leuk om een keer een andere game te spelen. Ja, dat heb ik gewoon zo. Waarschijnlijk gaan we nu dik verliezen van mee. Want wij hebben natuurlijk een Fingeraar. En de Fingeraar die is natuurlijk hartstikke goed. Alleen ze heeft alleen nog maar Strict. Ik noem haar een Zai. Omdat ik bij Fingeraar aan mijn vrouwelijke dingen denk. Maar je snapt wat ik bedoel. Oké, even kijken. Oh, hey Gerbert. Oh, ik zie het al. Mijn vader heeft je een Pokémon gegeven als cadeautje. Sinds we hier zijn, laten we even een snel battle hebben. Eigenlijk is dat best een rare Nederlandse zin als je die gaat vertalen. Ik hoop nu eigenlijk dat zij een beetje een slechte Pokémon hebt. Als jullie denken, joh, je moet het skippen niet doen. Neem me niet kwalijk, dan doe ik dat de volgende aflevering niet. Oh, zij heeft een Silcoon. Ah, dat is flauw. Silcoon zijn van die dingen die alleen maar harder kunnen doen. Dan maken ze zichzelf heel hard, weet je wel. Ja. Instagram. Oh, ik bedoel Ingrain. Ja, ik denk dat Instagram. Oh, kut, hij heeft nog maar 5 van die. Kom op, zeg alsjeblieft dat die werkt. Het is natuurlijk een graspokémon, dus dat zou wel niet effectief zijn. Nee, inderdaad, dacht ik al. Harden. Dit wordt echt zo'n gevecht dat nooit gaat eindigen. Waarschijnlijk wordt dit een bug. Ik kan jullie vertellen waarom, want wat het dus is. We hebben alleen Ingrain en dan doen we geen damage met hem. Maar we hebben nog maar 4
Constrict. Dat is de enige attack van ons die damage doet. En dat halen we niet. Dus dit gaat een oneindige battle worden met een bug. Dat is wel een beetje het nadeel van randomizer. Want er zitten dus ook bugs in. En dat is vervelend. Of we moeten nu een critical hit krijgen die in één keer... zijn hele HP-balk naar beneden haalt. En daar moeten we een beetje geluk mee hebben. Maar ik vind het best wel knap van mezelf dat ik vandaag nog helemaal geen Minecraft heb geüpload. Ik bedoel, afgezien dat ik het doe voor YouTube geld, hè. Dan heb ik toch vandaag... Oh nee, dat moet ik niet te vaak zeggen. Dus ik denk jullie echt dat ik het doe voor YouTube geld. Maar dan, ik heb vandaag dus één Pokémon video geüpload met deze. En één Super Saiyan Star video. Dus Mario en Luigi, Super Saiyan Star. Ik vind het een hele leuke game. Ik kan dit even beter zo doen, om even te kijken of dit wel goed gaat aflopen. Anders moeten we heel even naar het Poké Center. Ja, kijk. En als we deze doen... Oké, okay, we moeten hem dus opnieuw laden. Oh man, dit is vreselijk. Load. Oké, okay, daar gaan we weer, Job. Job, jullie mogen alles zien wat ik heb. Alles. Saves. En dan moet ik... Welke moest ik laden? Deze. Oké, okay, dan moeten we dus eerst het volgende. We moeten dus eerst zorgen dat we even naar het Poké Center gaan. Zodat we al onze attacks weer hebben. Anders gaan we het niet halen. Waar is het Poké Center? Vertel mij, waar is het Poké Center? Ik ben een echte Pokémon trainer. Ik hoor dit te weten. Na het afstuderen van de Pokéschool heb ik dit geleerd. Maar toen ik op mijn hoofd ben gevallen, heb ik het gelijk allemaal weer vergeten. Oké, okay, kom op, Job. Even serieus. Kom op. Geen Pokémon, please. Ja, yeah, nice. Oh, hier is het Poké Center. Nice. Huppakee. Als je nou denkt, Job, je moet helemaal niet doorspoelen. Dat vinden wij kut. En nu willen wij... nooit meer Pokémon van jou zien. Laat het hier beneden even weten in de comments. Niet of jullie nooit Pokémon van mij willen zien. Maar of ik soms even dat skippen moet laten. Ik vind het soms... Ik vind het zelf fijn. Omdat het dan... Ja, dat is gewoon fijn. Het is gewoon chill. Als ik spatie indruk, gaat hij super snel. Ik vind dat chill. Kijk, ik bedoel... Je moet het wel niet... Je moet het niet bij alles doen. Maar bijvoorbeeld bij zulke gevechten zoals dit, weet je. Dat zijn van die gevechten... Die doe je niet. Die run je, weet je. Kijk, deze, ik ga beloven dat ik vanaf nu gevechten met gymleaders en met vrienden, laat ik zeggen, zoals May en dan die andere gast, ik weet niet hoe die heet. Die ga ik dan wel zonder te skippen doen, want dat zijn gevechten die leuk zijn om te kijken. Maar echt die gevechten zoals de Elite Four, daar ga ik bijvoorbeeld niet skippen. Ik bedoel, dat zou dom zijn, dan kun je net zo goed de hele game skippen. Maar games zo van die kleine gevechtjes om gewoon experience een beetje te levelen, die ga ik gewoon skippen. Want dat is gewoon ja, dom als je dat gaat helemaal... Dat is niet dom, maar ik vind het persoonlijk irritant. Vingraar, jij gaat voor ons nu doen. Constrict. Ah, 35, dat is zat. Constrict. Boom. Kijk, dit gaat wel lukken. Hij kan alleen maar harden. Dat is kut, hè. Hoe kun je in godsnaam zo'n Pokémon gaan levelen? Ik bedoel, hij kan maar één attack en dat is harden. En daar doe je geen damage mee. Dus dan kun je technisch gezien nooit een attack winnen. Krijg je nooit experience. En kan die nooit levelen of nieuwe attacks krijgen. Dus technisch gezien is dat een hopeloze zaak. Maar ja, hopeloze zaken, die heb je nou eenmaal. Soms vraag ik me wel eens af of... Trouwens, die mensen die alleen maar Minecraft willen, of die gewoon al eigenlijk uit de toekomst komen. Dat ze gewoon een bepaald apparaatje in hun neus hebben waarbij ze kunnen ruiken van afstand. Of er Minecraft-video's online komen of andere video's zoals Mario. En zodra er dan andere video's komen, dat ze dan een heel leger gaan sturen. Dat ze dan allemaal haatreacties gaan schrijven van wij willen Minecraft. Want Minecraft is alles. Minecraft is de beste game die er is. Ja, ik weet het, Minecraft is leuk. Maar er moet een grens zijn. Absoluut. Als je te ver gaat erin, dan is het nooit leuk. Ik bedoel, als ik nu alleen nog maar Pokémon zou uploaden, zou het ook niet leuk zijn. Dan zou ik waarschijnlijk snel van de 7500 abonnees naar de 500 abonnees gaan. Ik bedoel, er is overal een publiek voor. Ik bedoel, als ik foto's ga maken van naakte olifantje en ik ga die uploaden op mijn kanaal, zijn er ook publiek voor. Maar dat is gewoon een klein publiek. Dan zouden misschien ik en, ja, weet ik veel, Rick van Surm Gameplay erin zitten, weet je wel. En, ja, je snapt wat ik bedoel. Dat is leuk, maar sowieso, daar moet je mee doen, weet je. Niet met die naakte olifantje, maar ik bedoel met het feit dat er overal een soort publiek voor is. Dat ik ook meerdere verschillende games wil spelen. Want ik wil natuurlijk ook mijn publiek uitbreiden. Ja, en als je dat niet snapt, ja, dat is kut voor je. Ik ga iets anders kijken, zou ik zeggen. Laatste attack. Dit vind ik wel een momentje. Ik ga er even voor zitten. Ik ga even... Ik zet mijn potje appelmoes, hè. Van Hak. Dat is een goed merk. Die zet ik even hier zo neer. Nu lijkt het net als ik me laat kruisen, maar dat doe ik niet, hoor. Ik ga gewoon even zo zitten. Dat vind ik lekker. Ik een beetje... Spieren worden een beetje kut. Niet vagina, maar... 75 experience! En dan zijn we bijna level up. En we hebben Pokémon Trainer mee gedefeat. Wat inhoudt dat we nu door kunnen gaan naar een nieuwe... Ik wil sowieso een uploadschema maken van wanneer ik weer naar school ga. Want wanneer ik weer naar school ga volgende week... upload ik elke dag één video. En dat betekent dat ik dus een uploadschema moet hebben. En dat gaat ook lukken. Alleen moet ik even kijken. Dan wil ik waarschijnlijk op... donderdag wil ik waarschijnlijk Pokémon gaan doen. Donderdag is zeg maar de dag waarbij ik zeg maar het allermoeilijkste heb. In verband met school. En dan wil ik zeg maar Pokémon doen in verband met... omdat dat best wel makkelijk op te nemen is voor mij. Well, it's time to head back to the lab. Het is tijd om terug te gaan naar het lab. Oké, moet ik mee met je of... Vast niet. Oh ja, ik moet waarschijnlijk wel mee met je. Ik heb eigenlijk even wat Pokéballen nodig. Want als ik die heb, dan kan ik eindelijk Pokémon vangen. Ik bedoel, er zijn zoveel vette Pokémon hier. Over here, let's hurry home. Oké. Eigenlijk technisch gezien is dat wel dom dat ik haar nu gewoon niet inhaal. Terwijl ik spatie druk. Maar dat maakt niet uit. Pokémon lab, we gaan naar binnen. Boeia. Pokémon games, dat zijn gewoon van die games die altijd leuk blijven. Of je nou jong of oud bent. Dat vind ik zo leuk in Pokémon.
Oh, hey Gerbert. Ik heb gehoord dat je mee en... Wat? Oh, ik las het even verkeerd, waardoor het heel raar zou klinken als ik het ook letterlijk zou vertalen. Ik heb gehoord dat je mee hebt kapot gemaakt of van haar hebt gewonnen in de eerste Pokebattle. Dat is goed. Mee helpt me al een tijdje met onderzoeken. Een heel groot tijdje. Wat? Mee heeft al een grote geschiedenis als trainer. Oké, dit is allemaal hier. Dan heb je een Pokédex, die kun je gebruiken. En dan kun je al je bestanden inzetten van Pokémon. Leuk, leuk. Echt alles mag je erin zetten. Oh, kut, wat doe ik? Zo is beter. Tool that automatically makes a record of any Pokémon you meet or catch. My kid mate goes everywhere with it. Oké, dat is cool. Whenever my kid catch... Oké, dit is allemaal van het slappe lol, weet je. Het is altijd leuk. Maar dit is zeg maar van het begin gelul. Dat is alleen zeg maar van, ja, mijn dochter kan goed Pokémon trainen. En je hebt haar verslagen, toppie. Nee, heb je Pokéballen, ga Pokémon's vangen. Kijk, als je zeg maar verder komt en je moet echt opdrachten gaan doen, zeg maar. Dan moet ik het wel gaan lezen. Maar dit is allemaal slap gelul, dat ga ik niet lezen. It's fun if you can. Oké, nu zou ik het bijna wel gaan lezen. Maar het gaat even om het idee. Ik wil even kijken of jullie erin trapt. En dan kan ik jullie bijna. Oké, vet. Oké, dan gaan we nu even kijken of we al wat Pokéballen hebben. Nee, die hebben we dus nog niet. Ik krijg nu geloof ik mijn running shoes. Niet dat ik die nodig heb, want ik kan natuurlijk al rennen. Kijk zo. Maar nu komt mijn moeder en zegt... Hey Job, wil je misschien renschoenen? Want je hele voeten zijn beschimmeld. Oh, wat een adorable Pokémon. Your father... Oké, dit is allemaal weer van een slappe lul. Krijgen we een running shoes. Gerbert switch shoes. Hey, ik ken die game zo goed. Ik heb ze zoveel gespeeld toen, de DS. Toen ik nog zo'n klein dik kereltje was, jongen. Altijd leuk. Zeker weten. Dus dat is zeg maar de reden waarom. Oké, doei. Ik moet echt eens even kijken. Ik geloof dat nu die Chinees, zeg maar. Ik noem hem even die Chinees. Ik denk dat hij nu weg is, zodat we er langs kunnen. Dat is altijd leuk. Altijd leuk. Altijd. Ah, shit. Steelix. Natuurlijk, joh. Maak een Arcanine van. Heel veel mensen die vonden het namelijk leuk dat ik Randomize ging installeren. Dus ik dacht van, ja, YOLO. Misschien kunnen we de volgende keer Sapphire gaan let's playen. Dan doe ik het zonder Randomize. Maar ik vind het wel leuk. Want op een of andere manier is het nieuw voor mij. Omdat ik alle Pokémon games al ken, is het ook wel leuk om wat nieuws mee te maken, zeg maar. Ik speel soms nog gewoon op die kleine Game Boy. Ik ben gewoon fucking oldschool nog, weet je. Ik hoef al die technologische snufjes niet. Ja, of er moet naar Pokémon 3D uit gaan komen met zo'n virtuality helm. Dat je dan echt denkt dat je aan het vechten bent met Pokémons. Kijk, daar staat hij. Ja, dan kunnen we door. Dat is mooi. Route 102. Ik moet Pokéballen hebben. Kan ik met hem vechten? Kijk, zulke battles die wil ik wel gaan skippen. Laat hier even beneden in de comments weten of jullie het goed vinden dat ik die skip. Maar dat zijn van die comments, weet je, die zijn kut op... Holy fuck, are you kidding me? What the fuck? Oh ja, dat is ziek oneerlijk. Ik heb nog helemaal geen goede attacks. Dus nu, ja, kijk, als ik dit niet zou gaan skippen, dan zijn we morgen nog bezig. Oh, dit gaan we nog verliezen ook. Oh, man. Ik vind het flauw. Dit is flauw. We hadden gewoon even een cheat moeten installeren, weet je. Kom op. Ja, kijk, dit is flauw. Dit is flauw. Gewoon flauw is dat. Dat is niet leuk. Want dit is gewoon... Weet je wat het is? Poep is dikker dan pis, maar afgezien van dat... Krijgen we nu dus ook de... Kijk, dat had ik zo ingevoerd. Dat zeg maar de battles, de Pokémon die de tegenstanders van je hebben. Dat die ook andere Pokémon hebben. En zoals jullie zien kon het goed uitpakken. Wat? Oh, dat is ik niet perfect. What the fuck? Wat is dat? Oh, shit. We zijn de verkeerde kant op gegaan. Nee! Oh, dat wil ik niet. Nee, nee. Shit. Shit, gewoon. Doet godverdomme nog damage ook. Ja, what the fuck? Ja... Shit. Shit. Oh man, ik ken Escape. Oké, dit wordt sowieso weer een dikke afgang voor mij. Gewoon, ik ga gewoon proberen de hele tijd te runnen. Kom op, Job, je kan het. Jawel, jawel. Oh nee. Oké, dan gaan we gewoon weer Constrict doen. Kom op, jongens, we kunnen dit. Kom op, kom op. Constrict. Als we hem nou doodmaken, dan horen we eigenlijk wel heel veel experience krijgen, zou je zeggen. Maar dat krijg je dus ook niet. Gewoon om het feit dat dit eigenlijk gewoon een level 3 Pokémon is. Of het nou een Spearow is, of dit. Dat komt voor hun op hetzelfde neer. Dus dat is best naaiend. Kijk, mijn Construct is bijna op. Nou, oké, dat niet. Maar ja, het gaat even om het idee dat dit wel kut is. Kom op! Please! Doe me dit gewoon niet aan. Oké, kom op. Hij is bijna dood. Dit halen we wel, mensen. We kunnen dit. Ik voel het. Ik voel het aan onze fingercurl. Kom op. Waarom wil je nog niet escapen? Doe gewoon niet moeilijk. Ik hoop dat als we level 8 gaan, dat we dan een nieuwe attack krijgen. Ik geloof het wel. Daar ben ik eigenlijk al heel erg blij. Of nou, ik hoop dat het een tackle is. Ik heb liever gewoon tackle, weet je. Die doet het namelijk gewoon. Kom op. Ja. Ja, nog één keer. Nog twee keer. En we krijgen ondertussen ook nog leven erbij, dus het lukt wel. Alleen we moeten weer even naar een Pokécentrum. Want al onze laatste attack die we hebben, die gaat op. Oké, nice. Zeg, alsjeblieft dat we een nieuwe tech krijgen. Godverdomme.
Dat is best kut. Moeten we die kant trouwens op? Zeg alsjeblieft. Oh shit, nee. Oké, okay, dat is nice. Oh nee, please. Oké. Okay. Welke kant moeten we op? Oh ja, we moeten deze kant op. Hè? Ja, dat was hem. Wat we dus even moeten doen nu is het volgende. We moeten aan pokeballen zien te komen deze episode. Want als we dat niet hebben, dan krijgen we namelijk het volgende probleem. Dus dat is zeg maar dat ze... We hebben dan geen nieuwe attack kunnen krijgen. Want we moeten even nieuwe Pokémon vangen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, dit is dan wel weer het nadeel. Dat als je het vaak klikt. Zo, thanks. Oké, kom op. We kunnen dit. Hem gaan we ontwijken. Want hem kunnen we niet aan. Hem. Ja, jij. Oh, kut. Kunnen we die niet ontwijken? Kut. We zitten vast. We hebben geen Pokéball en we kunnen hem niet ontwijken. Oh, we hadden nooit randomizer moeten installeren. Shit. Huh. Is er een mogelijkheid dat we hem toch nog kunnen ontwijken? Shit! Man, kom op. We kunnen dit wel, mensen. We kunnen dit. Ons is level 8. Hele tijd Constrict. Sleep Powder en Constrict. Ja, dat halen we. Sleep Powder. Slaapt hij? Kom op, mensen. Ik weet dat we dit kunnen. We doen gewoon ons best. Ja, goed zo. Blijf maar slapen. Blijf jij maar slapen. Kijk, dit gaat goed. Op deze manier lukt het ons wel. Shit. Slapen. Nee. Nee, slaap. Je moet gewoon blijven slapen. Ja, zodra... Oké, hij slaapt weer. We moeten ingrain doen. Dan krijgen we zijn leven. Instagram noem ik het. Mooi. Kijk. En dan gaan we weer naar Constrict. We lopen gelijk, weet je. Op deze... Oh, ik wou net zeggen. Hoeveel hebben we nog? Hoeveel van die attacks hebben we nog? Zeg, als jullie dat we genoeg hebben. 28. Oh, oké, dat lukt. Vast wel. Shit, sleep powder. No, shit. Oh, hij doet harden. Oké, dat is goed. Shit, sleep powder, please. Hij moet echt slapen. Ja, nice, hij slaapt. Hij slaapt. Dit wordt echt zo... Dit is dan wel weer het probleem. Dat wordt wel weer echt een doe maar game let's play, weet je. Dat is wel leuk. Er zit ook wel weer een kick in, zeg maar. Dat helemaal... Dit is nieuw namelijk. Dit is sowieso zo flutterige battle heeft niemand meegemaakt waarschijnlijk. Oh, nee. Shit. Please, nee. Please. Oké, hij doet harden. Dat is mooi. Harden zijn van die kut-attacks. Daar kunnen ze ons niks mee doen. Ja? Oh, we hebben nog 23. We hebben alleen weinig sleep powder. Als hij nu een potion gaat nemen... Ah, dat doet hij niet. Dat is altijd met die elite voor had ik dat altijd. Dan was ik net bijna aan het winnen en dan deden ze van dat... Dan deden ze zo'n potion. Als je... Oh, nee. Ah, ik ga nu gewoon dit doen. Nee, wat is die? Wat is deze dan? Waarom is die? Nee. Kom op, sleep powder, please. Ja, nice. Kijk, nu word ik regenerated en bij hem gaat het... Waarom mis ik de hele tijd? Dat komt... Oh shit, ik heb niet genoeg meer Constrict. Nee. Oh, ik heb nog wel genoeg Constrict, denk ik. Oh, nee. Ja, nice. Oh, dit is zo spannend. Dit is zo spannend. Kom op. Ja. Ja, harden. Doe dat maar, please. Oh, nee. Hij komt nu de hele tijd uit zijn slaap. Dat komt... Nee. Oh, dat doet maar één attack. Mooi. Doe maar de hele tijd butt slap. Daar doe je ons niks mee. Hoeveel hebben we er nog? 11. Nu moeten we echt de hele tijd gaan lukken, anders lukt het niet. Als hij nu een critical hit gaat maken, zijn we de lul. Kijk, ik ben wel echt een Pokémon trainer dat ik dit uithaal gewoon. Zul je net zien dat we bij de laatste attack gewoon niet meer genoeg hebben. Nee! Nee, oh! Oh, yes! Oh. Wow, holy shit, we krijgen hier wel veel experience voor. Oh, dat vind ik echt awesome, dat we dit halen. Wel. Mensen, goedemorgen voor kijken van deze video. Leuk vindt u hem goed naar bedeeld. Dus vinden mijn vrienden zou ik hartstikke bedankt. Zie ik jullie de volgende keer met meer Pokémon Emerald Randomized. Super tof om deze video voor jullie te hebben gedaan. En het was echt heel erg moeilijk. Maar toch leuk. Mensen, bedankt voor kijken. Tot de volgende keer. Later.